Voorzitter, het vreemde aan dit debat is natuurlijk dat als het ons niet lukt om die tweede golf tegen te houden, grote delen van het debat achteraf echt onzinnig zullen blijken te zijn. De hele inhoud van het koffertje, alle plannen, de discussies om een paar miljoen hier of daar. Maar belangrijker, duizenden levens en honderdduizenden banen hangen ervan af of het lukt om dat virus nu te stoppen. Wat dat betreft had ik soms het gevoel dat ik keek naar een debat op de Titanic, eerlijk gezegd. Allerlei dingen die onder normale omstandigheden hartstikke belangrijk lijken, maar die toch in het niet vallen bij wat we in die twee dagen al zagen gebeuren in de buitenwereld. En daarbij is het testbeleid wel de Achilleshiel van het coronabeleid van dit kabinet gebleken. En dat moet heel snel onder controle komen. De premier wilde geen datum noemen, maar we zien dat de geloofwaardigheid wordt aangetast doordat almaar anders communiceren dan de werkelijkheid. We zien dat het kabinet het eigen gezag heeft aangetast. Dus ik ben bezorgd over een grapperhaus-effect bij mensen die de regels niet naleven. En we zien dat het gezag van het kabinet wordt aangetast door zo'n frontale botsing met André Rauwvoet van de GGD's vandaag. Zo kunnen we niet zo'n crisis bestrijden. En voor de goede orde, ik roep iedereen op om zich wel degelijk aan die regels te houden. Ook als ze niet leuk zijn, als je het er niet mee eens bent. Daar hebben we met z'n allen belang bij. Maar dat doet niets af aan de verantwoordelijkheid, de dure plicht van dit kabinet en deze premier om dit beter te gaan doen. Het heeft niets met politiek te maken, het heeft te maken met hoe we er met z'n allen de komende weken, maanden en jaren voor staan. Voorzitter, de neiging om jezelf in zo'n tweede termijn te gaan recenseren vind ik altijd ongemakkelijk. Want we staan hier allemaal niet voor de gezelligheid, maar we staan hier namens kiezers. En die vertegenwoordigen we. En dat proberen we allemaal op een integere manier te doen. En daarbij is het dus goed dat er gebotst wordt. Dat er verschillende visies zijn, verschillende ideeën over de samenleving. En ik sta namens de Partij van de Arbeid een andere visie voor dan dit kabinet. Maar ik ben van mening dat als je niet eigen voorstellen doet, als je niet kan samenwerken, dan is de stem weggegooid. Want we leven in een land waarbij dat wel altijd moet. Net zozeer als ik meen dat als je alleen maar wil samenwerken en geen strijd wil leveren, een stem is weggegooid, want dan verandert er niets. Dus de kunst is hier elkaar te vinden op de maatschappelijke verandering die je beoogt. En als je dan deze tijd in ogenschouw neemt, dan moet het gaan over werk. Over mensen beschermen in hun bestaanszekerheid. Want die staat op het spel. Die is al in het geding voor heel veel mensen en die komt nog in het geding. Dat is waarom ik pleit om mensen niet over te laten aan de eenzame tocht langs de uitkeringsinstanties, maar er alles aan te doen om ze aan het werk te houden. En ik realiseer me dat we dan misschien het onmogelijke dreigen te vragen. Maar ik vind dat we dat moeten doen in het belang van die mensen. Dat is waarom ik met mijn collega's, Jesse Klaver en Lilian Marijnissen, jazeker, je hoeft niet te geloven in linkse samenwerking om toch te denken dat er iets bestaat. Voorstellen heb ingediend om de huren te bevriezen, meer woningen te bouwen, wat te doen aan de zorgsalarissen, op te komen voor de mensen die daar dat werk nu doen. Altijd fijn als op een gegeven moment Klaas Dijkhoff de grappen. Dat is prima. Voorzitter, maar laten we niet vergeten dat we wat dat betreft echt nog heel veel te doen hebben en dat er de komende tijd hele moeilijke keuzes op ons afkomen. Maar dat alles gezegd zijnde maakt dat ik toch optimistisch ben over wat er ook kan. Als je proeft dat er bij partijen de bereidheid is op een andere manier naar de overheid te kijken, naar de rol die we met elkaar hier spelen, dat dat in de woorden verandert en op termijn ook in de daden, dan kunnen we heel veel doen. Dan kunnen we voor de volgende generatie heel veel bereiken waar het terecht heel veel over ging. En dan kunnen we heel veel doen voor de kwaliteit van leven en de bestaanszekerheid van de mensen in het land. En dat is volgens mij onze opdracht. Voorzitter, ik heb twee moties. De Kamer gehoort de beraadslaging. Van mening dat niemand zonder perspectief op straat moet komen te staan. Overwegende dat tienduizenden Nederlanders hun werk dreigen te verliezen. Constaterende dat met een werkgarantie kan worden gezorgd dat mensen met behoud van inkomen kunnen toewerken naar een nieuwe baan. Constaterende dat werkgevers hiervoor verantwoordelijk worden samen met werknemers en gesteund door overheid en sociale partners, verzoekt de regering binnen een week met voorstellen te komen voor een werkgarantie en gaat over tot de orde van de dag. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat is het geval. Dan maakt ze deel uit van de beraadslaging.
Voorzitter, de Kamer gehoort de beraadslaging van mening dat ook mensen zonder partner een betaalbare woning verdienen. Constaterende dat het kabinet de maximale inkomensgrens om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning wil verlagen voor alleenstaanden. Overwegende dat veel huurders in die private sector meer dan de helft van hun inkomen kwijt zijn aan woonlasten. Verzoekt de regering af te zien van de verlaging van de maximale inkomensgrens. En gaat over tot de orde van de dag, mede namens Marijnis en Klaver. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat is het geval. Dan maakt ze deel uit van de beraadslaging. Voorzitter, dit debat voeren we in vrijheid, in een democratie en in een rechtsstaat. En op dat punt was ik de premier dankbaar voor de totaal onconditionele verdediging van de rechtsstaat. En ik denk dat dat nodig is en ik denk dat het belangrijk is. En ik wil me daar van harte bij aansluiten. Want die verschillen die er zijn in onze visie op de samenleving, die botsen in de vergaderzaal en die komen democratisch tot besluitvorming. En dat maakt me trots om hier te staan als lid van de volksvertegenwoordiging. Dat betekent dat ik respect heb voor de mening van anderen en dat ik vanuit die overtuiging zal strijden voor de missie van de Partij van de Arbeid en dus bestaanszekerheid voor ieder mens. Dank u wel.